weekvlog. Het is vandaag, ik wou zeggen woensdag, maar het is donderdag. Mama gaat jou zo pakken. Of ja, jij wilt de tut. Wij zijn helemaal klaargemaakt en we staan op het punt om te vertrekken, want we gaan iets heel leuks doen. Of we denken toch dat we iets leuks gaan doen, maar laat die kast maar toe, schat. Laat die kast maar toe. Maar wij gaan naar een dino museum in Nederland. Ja, je hoort mij dino zeggen, hè. Deze is verzot. Maar verzot van dino's. Dus ik denk wel dat hij dat heel leuk gaat vinden. Louis, waar gaan we naartoe vandaag? Naar de dino's? Kom eens hier. Laat jouw mooie pakje eens zien. Louis, kom eens. Kom eens bij mama. Ja, hij gaat natuurlijk niet komen nu, maar hij heeft echt een heel mooie dinosaurus op zijn pakje staan. We zijn nog aan het wachten op papa, die zit nog op de wc en dan kunnen we vertrekken. Het is ongeveer anderhalf uur rijden en het park gaat open om 10 uur. Van 10 tot 5, of ja, park, museum, gaat open van 10 tot 5. Ja, ondeugende snoet. Wij gaan naar de auto, ja. Dus ja, superleuk. Ik heb er zin in. Louis, kijk eens. Wat is dat? Daar. Tino. Tino, hè? Heel veel knuffelberen. Hey, die werken zelf. Dino werkt wat. Cool. Dat is meer als mij. Louis, dat zijn veel dino's, hè? Echt heel leuk hier. Allemaal van die levensechte dino's. Speeltuin. Dino, dino, dino. Nog een dino, hè? Oei, oei, oei. Wauw. Ja, voorzichtig, hè. Dat is wel heel speciaal, die beesten. Wat is dat? Oh, een bever, bober, ja. Wat zijn dat voor beesten?
wel echt geslaagd, hè? Ja. Dat jullie het grappig zijn. Nee. Hoe laat je in die kerk experiment is dat? Oh, dat is wel chic geweest en dat is wel leuk, heb ik gevonden. Echt een aanrader hier. Dat is echt een mega groot ei. Het aan het Dino Museum. Nee, niet op gaan staan, schat. Dino-art. Dat is niet normaal hoe groot dat is. Dat komt een Dino-art, denk ik. Oh. Hij heeft het een beetje moeilijk vandaag. Ja, dat is een beer, hè. Er staan ook andere dieren, niet alleen dino's. Sean is de beer aan het knuffelen. Zeg Sean, je staat hier ook. Een wild zwijn. Bigfoot. Oermensen. Hij heeft het moeilijk hoor. Moet hij zijn tut hebben of zo? Hij mag niet meer terug naar die kant lopen. Vos! Vosje! Wow! Ik kan niet. Maar hier staan de dino's. Dino bos. Oh, dat is wel chic, hè? Die Smilodon. Er is nog een heel speeltuin aan. Nussoren. Echt super leuk hier. Hey! Wee! Wow! Oei oei, ik denk dat hem zich pijn heeft gegaan. Wat een zwart poepje! Hij wil niet hangen. Ja, zeg nu non. Oei oei oei, neusoren! Een nijlpaard. Zeg maar, schatje, kom eens naar hier. Dat kleine huppelken ook. Hè. Kom eens, neushoorn. Nee. Kijk, dat is wel echt leuk. Dat is opgraving. Louis, ga je een dino opgraven? Moet je met de borstel wrijven? Wauw, goed zo. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik wou vrijdag zeggen, ik heb echt een vrijdaggevoel. En ik ga iets heel leuks doen, of ik vind dat toch alleszins heel leuk. Ah, ik ga beginnen met onze spring clean. Ik ga dus heel het huis poetsen. Ik heb Louis juist naar mijn grootouders gebracht. Ik ben eventjes gaan winkelen, ik heb al gegeten. Dus ik ben helemaal klaar om het huis spik en span te maken. Ik ga alle kasten nakijken. Ik ben heel optimistisch, hè? Maar ik ga alle kasten nakijken, afvegen, terug organiseren, kijken waar ik geraak. En ik begin in onze slaapkamer. Ik heb wel pas zo, we hebben hier, ja, dat is mijn hond. Ik heb hier zo'n kast. Ik heb die pas helemaal georganiseerd. Dus op zich is die nog wel oké. Mijn kleerkast is ook oké. Jongens, zo moet ik even nakijken. Maar hier is het vooral de boeken. Rek die ik moet nakijken. Dit kadertje ophangen. Dat hebben we voor onze trouw gekregen. Die wil ik graag ergens ophangen. En dan de ramen poetsen. Nachtkastje heb ik ook pas helemaal gedaan. Het zijn vooral deze die ik moet doen eigenlijk. Zo.
Let's go. Ik ben helemaal klaar met de slaapkamer. Mijn materiaal is plat, echt zo typisch. We moeten alleen nog twee dingen ophangen. Dus ik zou hier graag nog een fotokader ophangen. Ik wou ze laten zien, maar ik ben ze even kwijt. Daar zou ik die nog willen ophangen, hier. En dan hier. Het zijn allemaal mensen die overleden zijn. Die zou ik eigenlijk liever niet laten zien. Die hadden we op onze trouw ophangen met For Those Who Are Dancing in Heaven. Maar ik zou daar dan allemaal foto's van de trouw in willen steken en dan kunnen we die hier ophangen, is heel leuk. Maar ja, super proper, alle spinnenwebben zijn weg, de boeken zijn gesorteerd, de ramen zijn gewassen. En ik heb de boeken, hier zo wat onze boeken gezet voor te lezen. Hier zijn de fotoboeken, ik moet er dringend nog meer gaan maken. En dan, dit zijn allemaal boeken voor de seizoenen. Dus ik heb kerst, ik heb Sint, Halloween, herfst. En dan hier zijn alle gewone boeken en slaaptijdboeken. En dan dit zijn de kleine boekjes, maar mijn knieën, die hij nu al kan lezen. Wel met hulp, want hij plooit zo de boeken, de blaadjes naar de verkeerde kant. Dus dat zijn deze. En dan hieronder staan er ook nog een deel. En ik vind het echt heerlijk dat dat allemaal op kleur is, dus kei blij mee. En dan hier heb ik alle kleren weggepakt. Hier stond nog een wasmand met allemaal, ja, hoe noemt je dat, zo van die dingen voor kleren aan te hangen. Spiegel heb ik eens helemaal goed opgeveegd en dan hier achterin ben ik ook goed gegaan. Daar lag heel veel stof in al. Oké, ik ga gelijk door naar Louise's kamer. Het grootste wat hier eigenlijk moet gebeuren is al dat zilverpapier weghalen. En ik heb zoiets gekocht via Amazon om, ja, je kunt het daar gewoon opplakken en afhalen. Kei gemakkelijk. En dat zou ook verduisterend werken, dus ik ben benieuwd. Maar dan kan er doorheen de dag tenminste een beetje licht binnen, want dat mis ik hier wel echt. De luieremmer moet ik helemaal terug leegmaken en afpoetsen, want er liggen langers op de verschoningsdingen. En dan in het algemeen valt dat wel mee, hoor. De kast heb ik pas gedaan, dus die moet ik niet sorteren. Ik heb gisteren nieuwe lakentjes opgelegd en dan een beetje proper maken nog. Hier ligt zo wat stof op die kastjes, nog wat proper maken. En dan hier is het redelijk georganiseerd. Dan moet ik misschien nog wel een beetje terugleggen. Ah, die spiegel wil ik ook terug ophangen. Die had hij daar uitgetrokken, want we hadden zomaar één nageltje zitten, maar ik wil die aan de zijkanten vastplakken. Want dat geeft toch wel een mooier effect. En dan hier is de goeie leggen. Dit is dat wat ik bedoelde. Dat is van Tommy Tippy. Focus. En voilà, van Tommy Tippy. En dat is zo een portable blackout blind. Dus dat gaan we proberen.
En nu ben ik je al mijn moed bijeen aan het rapen om het wasgoed te doen. Ik doe dat altijd, ik weet ook niet waarom, maar ik pak altijd een kamer proper en dan zet ik dat allemaal in een andere kamer en dan maak ik die kamer proper en pak ik dat mee. En dan gisteren was dat zo van de slaapkamer naar de gang, van de gang naar de living, van de living naar de gang hier beneden. En nu staat er dus allemaal in het wasgoed en in de garage. Ik had dat pas allemaal zo mooi opgeruimd, dus... Oh, maar ja. Dit dus... Oh, verschrikkelijk vind ik het. Zoveel rommel en dat gaat dus nog door, hè. Kijk. Waaah! Ik word daar echt zot van. Alleszins, ik heb juist mijn wasgoed
opgezet met poetsproduct, want dat was echt ranzig. Dat verklaart ook waarom dat mijn was de laatste tijd 2 of 3 keer gewassen moest worden voordat dat lekker rook. Maar ja, dus wasmachinereiniger. Ik heb dat bakje een hele nacht laten intrekken en dan nu is dat bezig met gewoon een wasje zonder iets in. Top. De droogkast is nog vol. Ik wou zeggen leeg, maar die zou ik eigenlijk ook eens proper moeten maken, want er zit zoveel stof in dat er zo water uitkomt. En dan al deze pakken. Dit is een deel van Louis zijn paasmand. Dat we gaan geven. En dan zitten er nog een paar spullen in die opgeruimd moeten worden. Dit is een bak met allemaal random dingen die ik zou moeten opruimen. En dit is vooral kleren die voor Louis te klein zijn. Amai. Slaaptekort. En dan hier staat nog van alles. Daar van boven is het eigenlijk wel heel goed georganiseerd hoor. Maar dan moet ik de kasten nog proper maken. Vooral die is helemaal goed organiseren. Deze, alles is te groei. En dan hier denk ik dat het wel meevalt. Ja, het is oké. Ja, hier liggen al mijn cricketspullen in. Die zou ik misschien ook wel eens moeten nakijken. Ja, we gaan zien hoe ver ik geraak. En dan het meeste wat nog moet gebeuren is eigenlijk in de voorraadkast. Echt, ik schaam mij rot, maar...